De GGD Hollands Midden is in samenwerking met Zorg en Zekerheid de pilot Positieve Gezondheid voor Minima gestart. Daarin wordt gekeken of gesprekken deze mensen kunnen helpen bij het verbeteren van hun gezondheid. Dit is het spinnenwebmodel waarbij voor huisartsen klassiek natuurlijk lichaamsfuncties belangrijk is en het dagelijks functioneren. Dat laat ik mensen invullen en dat is eigenlijk een aanleiding voor een vervolggesprek waarbij de vraag is van goh, wat betekent de scores op die lijst voor u en met name wat als we gaan werken aan verbetering van de gezondheid, wat voor u het allerbelangrijkste is. Mentaal welbevinden, waar we natuurlijk ook naar kijken. Maar met name onderaan dingen die het meer met welzijn te maken hebben, zoals meedoen in de samenleving, kwaliteit van leven en ook vond ik heel mooi zingeving. Vaak is de zorg zo gericht op, er komt iemand binnen met een klacht en met die klacht gaan we aan de slag. En dit gesprek kan helpen om ook de achterliggende problematiek aan te pakken. Ik had een diabetespatiënt die met insuline werd behandeld, al een tijd stabiel was, maar ineens voor mij onverklaarbaar wisselingen kreeg in haar suiker. Dus veel te hoog, af en toe veel te laag en ik begreep niet wat er aan de hand was. Dus we hebben allerlei dingen nagekeken, de pen, of er prikplekken wel goed waren, of er voeding niet ineens veranderd was, of er stress was, allemaal niks bijzonders. Op een gegeven moment heb ik haar tijdens een consult het spinnenweb laten invullen. En toen vulde ze in dat met name op meedoen, hè, dat is een van de zes dimensies, daar scoorde ze erg laag. Toen vertelde ze dat ze ruzie had met haar zoon en met haar schoondochter, dat ze haar kleinkinderen niet meer mocht zien, waar ze zich enorm voor schaamde, daarom had ze het ook niet eerder verteld. Maar via die omweg, via dat middel, kreeg ik toen een inzicht in wat haar speelde in haar leven. En met behulp van onze praktijkondersteuner hebben we toen allerlei tips aan haar gegeven hoe ze dat aan kon pakken. Er is een gesprek geweest met die zoon en schoondochter. En toen ze de kleinkinderen weer mocht zien, werden de suikerwaardes weer beter. En dan kan het heel goed zijn dat ik denk bijvoorbeeld dat niet meer roken, minder alcohol, meer bewegen en dat soort dingen het allerbelangrijkste is vanuit mijn perspectief als huisarts. Maar vanuit een patiëntenperspectief kan het contact opnieuw met een kleinkind of financiële problematiek of spirituele problematiek veel belangrijker zijn. Wat we ook terug hebben gehoord van professionals is dat het helpt om de regie bij de patiënt neer te leggen. Dus sommige mensen komen binnen van ik wil geen hulp, ik wil er heel graag zelf mee aan de slag. En daar kan dit gespreksinstrument ook bij helpen. Na afloop van de pilot wordt bekeken of dit product in de gemeentepolis van Zorg en Zekerheid kan worden opgenomen.